werd ook echt verbannen toen ik net uitgebracht werd. En toch vond ik het prachtig. Het gaat over een hoofdpersoon, een verwachtelijke man is, echt een zieke geest. En zijn obsessie voor een veel te jong meisje. Hij heeft ingaan door een pedofiel en denk je, waarom zou je dat zo willen lezen? Maar Nabokov is zo'n goede kunstenaar, je kan zo'n mooie zinnen schrijven, dat elke zin is bijna mooi. En daardoor wordt je heel erg het verhaal ingezogen. Nou ja, bijna, net niet helemaal, maar bijna sympathie krijgen voor zo'n vieze, zieke man.